Hoofdstuk 9, paragraaf 5, muziekinstrumenten. In de vorige paragraaf hebben we het gehad over staande golven. En alle akoestische muziekinstrumenten blijken te werken met staande golven, dus resoneren. Alle akoestische muzikanten gebruiken dat om hun tonen te maken. Daarbij komen de grond- en boventonen gelijkertijd voort. En eigenlijk is alleen de stemvork die produceert een trilling, de grondtoon. Althans, in hele goede benadering. Een stemvork is zo gebouwd dat hij zijn boventonen uitdooft. Maar alle andere muziekinstrumenten doen dat niet. Die spelen tegelijkertijd de grondtoon en alle boventonen. Met als gevolg dat de andere muziekinstrumenten geen sinusvormig geluidssignaal geven. Ga je het opnemen op een oscilloscoop, krijg je geen sinus eruit. Alleen bij stemvork lukt dat in goede benadering. En je hebt het wel eens een keertje gehoord misschien over iemand die zuiver kan zingen. Een zuiver zingende mens. Nou, een zuiver zingende mens bestaat niet. Een zuiver zingende mens zou zeggen dat een mens een sinusvorm als signaal geeft op een oscilloscoop. Dat is onmogelijk. De menselijke stem heeft namelijk sowieso drie grondtonen. Drie grondtonen, dan betekent dus dat de menselijke stem drie onafhankelijke trillende, golvende systemen heeft. Snaren, buizen? Ja, dat valt onder buizen inderdaad. Want de trillingsbron zijn weliswaar je stembanden, maar de stembanden geven eigenlijk een soort van witte ruis. En de trillingen worden versterkt, resoneert in drie klankkasten. Je keelholte, je neusholte en je mondholte. En dan snap je gelijk waarom iemand anders klinkt dat hij behoorlijk verkouden is. Want dan is de neusholte van vorm veranderd. Dat is namelijk in plaats van een open uiteinde een dicht uiteinde geworden. En zoals we in de vorige paragraaf hebben gezien, dat geeft hele andere eigen frequenties. En daarom klink je anders. Nou, hoe zit het nou met staande golven in muziekinstrumenten? Snareninstrumenten hebben vrijwel allemaal twee vaste uiteinden. Dus dan ga je de formules voor de snaren gebruiken voor een systeem met twee dezelfde uiteinden. Dan tref je dus een knoop aan het eind van de snaar als die vast zit. Hè? Want iets wat vast zit, dat kan niet bewegen. En als het niet kan bewegen, dan heeft de knoop. Dus daar wordt gedwongen altijd een knoop aan gemaakt. Maar bij blaasinstrumenten kan het uiteinde zowel open als gesloten zijn. Dat kan je, nou ja, kijk maar na. Orgelpijpen kunnen met open en gesloten uiteinden hebben. Blokfluiten hebben een dicht uiteinde waar je het aanblaast. Maar bijvoorbeeld een didgeridoo heeft twee open uiteinden. Nou, bij een open uiteinde zit altijd een buik en bij een dicht uiteinde altijd een knoop. En zoals al gezegd, een muziekinstrument produceert altijd zijn grondtoon en al zijn boventonen tegelijkertijd. Maar gelukkig voor je oren is de amplitude niet van al die tonen gelijk. De amplitude van iedere boventoon is anders. En daarom klinken instrumenten verschillend. Want je kan namelijk een grafiek gaan maken van de amplitude van een bepaalde frequentie uitgezet tegen die frequentie. En dat noemen we dan het geluidsspectrum van een instrument. En bij zo'n geluidsspectrum gaan we dan een aantal pieken zien. Een piek van de grondtoon en allemaal pieken van de boventonen. En dan zal blijken dat de grondtoon en die boventonen allemaal verschillende amplitudes hebben. Maar de verhouding tussen die amplitudes blijft per instrument hetzelfde. En die verhouding tussen de amplitudes, tussen de amplitude van de grondtoon en de amplitudes van de verschillende boventonen, alle boventonen, dat heet nou de klankkleur van een instrument. En dat is wat bepaalt hoe een instrument voor onze oren klinkt. Dat is die verhouding tussen die amplitudes van grondtoon en boventonen. Dus klankkleur kun je meten. Oh ja, dan is het wel eventjes zo dat met die klankkleuren, die zijn voor onze oren heel herkenbaar. Dus onze oren kunnen dat geluidsspectrum heel makkelijk in één keer terugleiden naar wat voor soort instrument het is. Zullen we in de klas oefenen, zal blijken dat je slechts fracties van secondes nodig hebt om een instrument te herkennen. Maar
dat zien we in de les dan wel weer.